Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het algemeen ligt er nog vrij veel bewolking boven ons land, hoewel de satellietfoto dat niet of nauwelijks ziet. Dat heeft te maken met het feit dat het lage wolken zijn en dat de wolkenlaag ook vrij dun is. Maar toch kan er af en toe wat lichte motregen vallen. En het zal toch zeker niet op de meeste plaatsen droog zijn. Zon hebben we vanochtend niet of nauwelijks. Vanmiddag zou die in het noordwesten misschien af en toe door kunnen breken. Temperatuur 8 of 9 graden en een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond krijgen de opklaringen iets meer ruimte, vooral in het noordwesten. En misschien dat er tegen de oostgrens nog een laatste buitje valt. Verder is het op veel plaatsen wel droog, bij een graad of 5, 6 misschien. Dan gaan we naar morgen en dan zien we wat meer ruimte voor de zon, zeker in de westelijke helft van het land. In het oosten kan nog een licht buitje vallen, het wordt 8 of 9 graden. En de wind waait nog matig uit de noordelijke richting. Die noordenwind hebben we ook de dag daarna nog, op woensdag, met temperaturen tussen 7 en 10 graden. Het blijft vrijwel overal droog. De zon schijnt af en toe, hoewel er toch nog wel vrij veel wolken ronddrijven. Donderdag neemt de kans op neerslag weer toe en het wordt langzaam wat wisselvalliger. Toch zien we geleidelijk de temperaturen wel iets oplopen. Vrijdag is het duidelijker 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.